Goedemorgen, ik ben een beetje verkouden, maar dat kwam ook door die ontiegelijke regenbui van gisteravond, waar ik inreed. Mijn god, ik was in tot aan mijn onderbroek was ik nat. Maar genoeg geklist. Ik heb, omdat ik vandaag weer ga trainen, heb ik een beetje een boost nodig. Ik heb gisteren niks gedaan, dus ik heb veel energietje nodig. Dus ik heb vandaag als ontbijt heb ik kwark met havervlokken en een klein beetje honing erin, want ja, ik vind het toch wel een beetje zuur, al die spullen. En ik ben meer tegen een neutrale kant dan het zure of het zoete. Maar mij moet het jing en jang wezen. Punke die vindt helemaal niks. Punky, die vindt het niks, die kwark. Dus die gaat het niet aan ruiken. Dat heeft ze net al gedaan. Goedemorgen, ik ben nu op weg naar de sportschool. En ik ga eventjes lekker weer 2 uur trainen. Goedemiddag, ik ben weer terug van de sportschool. Ik heb nu vanaf 9:15 tot 11:45 getraind. Het is mijn maatje die zei, we gaan nog even rennen, maar daar had ik even geen trek meer in. Ik voelde me een beetje duizelig. Misschien omdat ik overgegaan ben van yoghurt naar kwark. Maar ik had deze boost nodig. Mijn lunch bestaat uit leverworst. Een cracker met leverworst en een cracker met kaas. En ik hoop dat ik er de rest van de dag tegenaan kan. Dus. Gisteren een afroller gekocht. En nu voor 5 euro bij de kringloopwinkel heb ik een, waar ik mijn gewichten kan doen. Maar ook nog de andere buikspieren kan trainen. Wordt gewoon hier dan al heel sportcentrumpje. Maar ja, dat is alleen maar goed voor de winter. Dus. Van de stoeltje ben ik nog even lekker gaan fietsen. En het is zulk heerlijk weer. Ik ga gewoon eventjes een rondje Purmerend en dan ga ik weer naar huis. En dan heb ik weer genoeg calorieën verbrand. En ik ken er vanavond weer een paar calorieën bij en zo weinig mogelijk koolhydraten. Ik ben nu bij Neek aangekomen. Ik zit nu 10 kilometer van huis af. Nu ga ik Neek door en dan ga ik over de dijk ga ik terug. Is dit geen schitterend plaatje? En dan ben ik misschien nog 5 of 6 kilometer van mijn huis af. In de polder en op de achtergrond ziet u de Hemweg. Maar dit is toch schitterend. Hier zijn we bij de duivissen, borrel, nootjes. Oftewel, als er een vijf is, dan kun je duivis, dan neem je een borrelnootje van duivis. En je kan ook nog
Ik moet er altijd op lachen om die reclame. Een rommel bij je ding krijgen. Als je twee zakken koopt, dan ben ik alweer aan het reclame maken. Maar ik moet er altijd zo over lachen. Dus, dit is de duivensfabriek. Zo, we zijn weer aangekomen. Wat eten we vanavond? Nou, het is natuurlijk weer koolhydraat, arm. Ja, Martijn, ik heb geoefend. Wat gaan we vanavond? Pastinakenrijst gaan we maken. Wat hebben we daarvoor nodig? Daar hebben we voor nodig 2 pastinaken. Een courgette. Kippenvlees. 100 gram, nou ongeveer 100 gram champignons of bossen champignons. 1 ui gesnipperd. Gember geschaafd. En dit alles moet iets heerlijks worden. Ik heb er geen recept van, want deze komt niet uit de alle handen. Dit komt van een vriend van mij. De pastinaak. Die moet geschild worden. Die moet in een keukenmachientje gemaakt worden, gedaan worden. En daar moet je, weet het, ongeveer de grootte van een rijstkorrel overhouden. Dat is de pastinaakrijst. En dit zijn de smaakmakertjes. De kip moet niet gebakken worden. Die moet gepasseerd worden. Dus je houdt nog een lekkere bouillon ook over. Voor als je een soepje wil maken. Nou. Ik zal het allemaal laten zien hoe het eruit ziet. En wat je ondertussen kan doen. De ui dus. Die moet gesnipperd worden. En je hebt natuurlijk ook een beetje olie nodig. Dat heb u al gezien. Die stond erbij, de olie. Dus. Het wordt weer een heerlijke feestelijke maaltijd en koolhydraat arm. Zoals u ziet, alles is gesneden. De pastinaak is op de juiste korrelhoogte. De aubergine is in blokjes gesneden. De champignons die zijn ook in reepjes gesneden en de ui is een beetje grof gesneden. Dit alles gaat zometeen zo de pan in en dan gaan we het even bakken. Zo, alles zit in de pan, behalve de pastinaakrijst en de en de kip. Dit moet ongeveer 3 minuten. Dan moet je dat even flink roer bakken. Je moet het niet tot snot laten. Dan is het niet lekker meer. Nou. Kip zit er nabij, ik heb er nog een klein rode pepertje doorheen gedaan. Ik hou een beetje van pittig eten, dus nou moet ik alleen nog de pastinaak erbij doen. En de koriander erop strooien. En dan ben ik klaar met eten, dus over 5 minuten kunnen we eten. En ik moet altijd lachen als ik aan het pepertje denk, dan denk ik nog steeds aan die dikke vette, dat hangbankzwaantje dat bij die Kranenberg elke keer zit. Met Master Kok. Dat is echt zo'n hangbankzwaan. En dan slikt die perron met een pepertje in en toen begon hij, ik heb een heel pepertje. Oh, nou er gaan meer punten dan voor. Ja hoor, hangbankzwaantje. Zo, het is nu klaar. De pastinaak zit erin. De koriander zit er ook erin. Maak het af met een klein beetje zout.
en een klein beetje peper. En dan kunnen we aan tafel. Zo, we zitten weer aan tafel. En ik zal jullie laten zien wat het geworden is van het gebraad. Dit is dus de pastinaak rijst met de geposeerde kip. Nou, u hebt het allemaal gezien wat erin zit, dus ik zou zeggen, probeer het te maken. Het is koolhydraatarm. Het is ook niet veel calorietjes. Dus iedereen die aan een beetje gewicht doet om te vallen of andere redenen, kan dit maken. Ik heb het nou helemaal vol gedaan, dus je kan altijd het filmpje nog een keertje kijken. Vanavond ga ik lekker rugby kijken. Ik kijk ook niet meer naar de wereld draait door, want ik ben het nou een beetje zat. Om elke keer, het is gewoon PvdA-TV. Elke keer zie je zo'n bitspreek gaan van de PvdA met zijn kop ervoor. En wat ik hoor, als die tafel dames en heren verdienen om bij hun aan tafel te zitten. Die Mark Marie verdient 2000 euro en die van de EO van vroeger, die verdient 750 euro. Nou, daar wil ik ook wel een uurtje voor aan tafel gaan zitten bij iemand. Wat een oplichters. Dus, en laat u niet door Samson in de luren leggen, want als hij het wil, dan komen er 10 asielzoekers bij u in uw tuin wonen. Trouwens, ik ken dat hele woord niet meer horen, asielzoekers. Dus misschien ben ik net zo keihard als Joling. En het zijn allemaal gelukszoekers. Het is aangetoond dat er niet alleen Syriërs zitten, maar ja, wel allemaal een Syrisch paspoort. En dan ken ik wel ook open voor 750. En dan zegt u dat u vluchteling bent. En dan krijg je gratis huis. Gratis wasmachine, gratis ingericht. En nog vreed geld ook. Maar ja, nou klink ik als Wilders, maar ik ben dit een beetje zat.